De gemeente Schiedam gaat naar een summer school. Wat inhoudt dat een heleboel medewerkers van de gemeente ook hier zijn om kunst te bekijken. Wat houdt zo'n summer school in? Ja, wij doen nu een aantal jaren hebben we achter elkaar voor eigen collega's, maar ook voor mensen vanuit ons netwerk en met mensen hier uit de stad met wie we veel samenwerken, die we kennen, een summer school georganiseerd. En meestal doen we dat rond een thema en dan vragen we mensen om lezingen te komen geven over interessante onderwerpen. En we gaan op excursie, meestal in de middag. En vandaag is het begonnen, dus we hebben vanochtend een eerste sessie gehad op het stadskantoor. Daar heeft Paco Dalmau, die heeft daar wat verteld over het White Wall Project, wat we dit jaar gehad hadden in Schiedam, samen met Vlaardingen en Maassluis ook. En vanmiddag gaan we dan hier bijvoorbeeld bij Stichting Kunstwerk de tentoonstelling Papier hier bekijken. En we gaan ook nog even naar het museum om daar een rondleiding te krijgen over wat daar te doen is. Het thema van dit jaar is dus duidelijk kunst. Wat is precies het doel van de summer school? Ja, uiteindelijk het doel is om vooral wat te leren. En dat ook weer mee te nemen in je dagelijks werkzaamheden. Dat je denkt van, dit is interessant, zo kan het ook. Of dat je meer gewoon bezig bent met een bepaald onderwerp en daar wat meer over te weten kan komen. Maar tegelijkertijd is het ook wel de bedoeling dat je, omdat we mensen weer bij elkaar brengen, mensen van buiten, mensen van in de organisatie, dat je met elkaar ook een goede dag kunt hebben. Dus ook een beetje een netwerkelement zit er ook aan.